iedereen, vandaag wil ik met jullie wat bruis dingetjes gaan maken die ook nog eens voedend zijn. En ik ga mezelf even niet filmen, want ik zie er niet uit. Ik kom net onder de douche gedaan. Maar ik ga jullie even laten zien wat we nodig hebben. Om te beginnen hebben we pure baking soda nodig. En het is geen bakpoeder zoals wij die kennen. Maar pure baking soda, dat is de Engelse benaming. En het staat eigenlijk voor sodium bicarbonate, oftewel natrium bicarbonaat. Dit kan je kopen bij bakwinkeltjes, in de toko en misschien ook in de supermarkt. Maar let er dan op dat er staat natrium bicarbonaat en verder niks anders. Wat je ook nodig hebt is citroenzuur. Dit hebben we gekocht bij Toko Centraal. Dat zit in Utrecht in het centrum. En dit kan je ook misschien kopen bij apotheken. Heel misschien in de supermarkt, bakwinkeltjes, kookwinkeltjes of bij de toko. Je kan natuurlijk ook gewoon online bestellen. En samen zorgt de citroenzuur met de bakpoeder zorgt ervoor dat het gaat bruisen. Nou, wat ik er ook nog altijd in doe is maïszetmeel. Dit heb ik gekocht bij onze biologische supermarkt. Is misschien ook wel gewoon te koop in de normale supermarkt. En dit doe ik gewoon, dit doe ik er gewoon altijd in eigenlijk om het wat te stabiliseren. Nou, omdat ik ook wil dat de badmelts wat voedend zijn voor je huid, ga ik er shea butter in gebruiken. Dat zit hierin. Dat heb ik gekocht in de webshop van mijn moeder, pearlmania.nl. Oké, ik heb het gewoon gekregen, maar als je het wil kopen, kan dat bij haar in de webshop. En dit is cacaoboter pastilles en die hebben we gewoon online besteld. Nou, wat heb je verder nog nodig? Vormpjes om de badvisjes in te doen. Een weegschaal. Een bakje om de boters in te smelten. Een mengbak voor het geheel. En omdat je natuurlijk ook een kleurtje en een geurtje aan wil geven. Een etherische rozenolie en een voedingsmiddelen kleurstof in deep pink. Nou, we beginnen met het afwegen van de boters en de vetten. En ik ga eerst de cacaopastilles afwegen. Ik wil namelijk 20 gram. Dus wat je doet is, je zet het bakje op de weegschaal. En dan zet je hem aan, zodat hij hem automatisch tarieert. Het hoeft niet super nauwkeurig, als het maar om en nabij de 20 gram is. Zo. En dit gaan we smelten in de magnetron. Ik doe dit eerst. Ik doe dit niet tegelijkertijd met de shea butter. Omdat cacaoboter wat harder is. En het duurt altijd iets langer voordat dit smelt. Ik was erbij vergeten te vertellen dat het ook altijd wel handig is om een keukenrol te hebben. Nou, het kommetje is erg heet, dus pas op als je hem uit de magnetron houdt. Na ongeveer 2-3 minuten is het wel gesmolten. En wat we nu gaan doen is de shea butter erbij doen. Omdat we dit meteen in de gesmolten cacaoboter doen, moet je goed uitkijken dat je niet te veel doet, want dan kan je het wat moeilijker terugnemen. Maar ook hiervan doen we 20 gram. Oh, 22. Nou, het is iets meer geworden. Maakt niet heel veel uit. Dit gaan we ook nog eventjes smelten in de magnetron. Hierin gaan we afwegen de natrium bicarbonaat, citroenzuur en maïzena. We beginnen met natrium bicarbonaat en dat is 100 gram. Vervolgens gaan we citroenzuur toevoegen en dat is 50 gram. Als laatste de maïzena en dat is 20 gram. Als je alles hebt afgewogen, meng je het eens goed door elkaar heen. Zodat alle drie de poeders goed met elkaar zijn gemengd en dat het goed is verdeeld. Het is lastig te zien omdat alle poedertjes wit zijn. Maar als je er gewoon vaak genoeg doorheen roert en schept, dan weet ik zeker dat het gewoon goed gemengd is. En zorg ook dat alle klontjes zijn verdwenen. Dat leggen we alvast even hier neer. Het is nog erg heet, dus dat kan dan alvast een beetje afkoelen. Nou, nu komt het moeilijkste gedeelte, tenminste wat ik zelf het moeilijkste vind. En dat is de kleur erin mengen. Nou, ik gebruik altijd een rubberen handschoen. Omdat ik niet wil dat mijn vingers gaan vlekken. En we gaan eerst de roze doen.
Nou, dan pak je dat is deze. En het is belangrijk dat je een kleurstof neemt waar geen water in zit. Je hebt ook van die grote flesjes bij de toko, daar zit water in. Die moet je niet nemen, want zodra je bij dit mengsel water gaat doen, gaat het bruisen. Dus let daarop. Nou, wat ik ga doen, het is heel erg geconcentreerd, is gewoon één druppeltje erin. En wat ik dan ga doen is, ik pak dat druppeltje en ik pak wat poeder, zeg maar. En dan ga ik het fijn wrijven. Zoals dit. Zo, het heeft nu een heel zacht roze kleurtje. Ik vind het wel mooi, dus ik ga stoppen. En wat we nu gaan doen is er de gesmolten olie en shea butter bij doen. Dat doen we heel voorzichtig, beetje bij beetje. Dus eerst een klein beetje. Dan mengen. Zo, en dan de rest. En zoals je ziet wordt de roze kleur ook wat intenser. Zoals je ziet heeft de structuur ook iets weg van een soort modder. Het is niet heel nattig, het is niet heel droog. Het zit er een beetje tussenin. Het is kneedbaar, een beetje zoals deeg eigenlijk. Zoals cookie dough. En dat is de goede structuur. Wat we nu als laatste nog willen doen is geur aan toevoegen. Dus ik pak de parfumolie en ik voeg toe 5 milliliter. Dat doe ik even op de gok. Maar als je het niet zo goed kan gokken, dan zou ik het gewoon even afwegen met een pipetje. Ook de geur kneed je er goed doorheen. En als je het prettig vindt om toch met je handen te kneden, dan doe je dat gewoon lekker met je handen. Maar trek er wel een handschoen aan. Want dat is niet alleen hygiënischer, maar dan worden je handen ook niet roze. Ik vind het zelf altijd wel prettig om het met mijn handen te doen. Dat is gewoon, ik weet niet, je voelt het dan gewoon wat beter. Nou, als het eenmaal, als je zeg maar bij elkaar kan knijpen en het blijft bij elkaar, dan weet je dus dat de structuur goed is. Mocht die nog wat te los zijn, doe er dan nog wat olie bij of wat geurolie bij. Mocht die nog wat te vloeibaar zijn, doe er dan gewoon nog een klein beetje citroenzuur, maïzena of baking powder bij. Maar goed, dit ziet er wel goed uit. Wat we nu gaan doen is de vormpjes vullen. Ik heb hier hele leuke hartjes. Dat vind ik wel toepasselijk voor bij Roos. Ik heb hier ook een zakje van de Meter. Die heb ik bij de natuurwinkel gekocht. Of de biologische supermarkt. Met gedroogde rozenblaadjes. Daar pak ik een paar van. En die verkruimel ik een beetje. En die leg ik gewoon neer in de bakjes. Zo. En dan hierop ga ik het spul drukken. Dus ik pak gewoon een handje uit de kom. En dat druk ik er met een beetje geweld in de bakjes. Goed aandrukken. Ik heb trouwens een siliconen mal gebruikt. En dat is wel het meest handige voor als je dit gaat maken. Omdat je ze dan er makkelijker uit kan drukken weer. Als ze eenmaal zijn uitgehard. Nou, dat doe je met alles totdat het spul op is. Nou, zoals je ziet heb ik er 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 hartjes mee kunnen vullen. Ik heb niet heel veel spul over nog. Dus ja, je kan er 12 kleine hartjes mee vullen. Ik heb het goed aangedrukt, goed aangestampt. En wat ik nu ga doen is dit gewoon op een rustige plek neerzetten. En de volgende dag gaan we ze eruit halen. Nou, inmiddels zijn ze hard geworden. Ik heb ze stiekem niet een dag laten liggen. Ik heb ze eigenlijk eventjes in de vriezer gepopt. En nu is het spannend, want nu moet ik ze er dus heel huids uit proberen te krijgen. Dus ik moet even voorzichtig drukken. Maar niet te hard, want anders breken ze misschien. Oh, daar is die. Even de rest uitdrukken. Nou, dit zijn ze dan, allemaal bij elkaar. Dit zijn de Bad Fizzies. Het zijn dus eigenlijk bruistabletten, maar niet alleen bruis.
Ze zijn ook verzorgend en voedend voor je huid, omdat ze dus cacaoboter en shea butter bevatten. Het ziet er echt lovely uit. Ze zijn echt super cute. Ze zijn mooi roze en ik heb die roze blaadjes dus erbij gedaan. Ze hingen er echt heel makkelijk uit. Ja, het is leuk om voor jezelf te gebruiken als je een bad hebt en als je ervan houdt om in bad te gaan. Maar je kan het ook heel leuk verpakken als cadeautje. Dat zal ik even laten zien. Zo, super schattig toch? En dan kan je gewoon deze pot cadeau geven aan iemand die ervan houdt om in bad te gaan. En ja, het is gewoon hartstikke leuk omdat het zelf gemaakt is. Wordt altijd gewaardeerd. En het is echt super lekker. Ik zal nog even een demonstratie geven van de badvisie. Zodat jullie weten hoe die het gaat doen. Ik heb hier een kom met warm water. Dan pak ik een badvisie. En zoals je ziet bruist die en komen de oliën vrij, de geur komt vrij. Dus je ruikt echt nu heel lekker roosjes. En je ziet meteen dat het water een beetje troebel wordt. En dat is dus omdat de oliën zich nu in het water mengen. En zoals je ziet is hij niet meteen op. Het is wel iets, soms gooi je een badbruis in het water en die is echt binnen 2 keer knipperen is die weg. Maar deze doet er wel iets langer over, wat ik zelf altijd wel fijn vind. Het water kleurt heel romantisch lichtroze. En wat dus zo fijn is, is dus die olie in het water. Waardoor je huid een heel lekker vettig laagje krijgt. En dat is super moisturizing. Het is echt heel lekker. En ja, dit is nu een klein kommetje en ik heb er nu eentje in gegooid. Ik denk dat als je een heel bad hebt, dat je er best 2 in kan gooien. En als je een voetenbadje hebt, dan is eentje ook wel voldoende. Dus dit is hoe het er uiteindelijk een beetje uit komt te zien. Dus hij vist lekker langzaam weg en laat gewoon een heel lekker voedend badwater achter wat heerlijk naar rozen ruikt. Nou, dit was het tutorial voor deze badvisies. En ik hoop dat jullie dit leuk vonden en nuttig vonden om te zien. En ik hoop dat jullie ze ook zelf gaan maken. Als je dat gaat doen, laat het me dan zeker even weten. En dan zie ik jullie weer in de volgende video. Dag!